Een groot aantal leden van de kunstkring Woerden toont meer dan 40 werken in de bibliotheek in Woerden. Voorzitter Theo Aarsen van de Kunstkring vertelt wat er zoal te zien is. Hier vindt op dit moment in de, in de bibliotheek een expositie plaats van abstract werk van leden van de Kunstkring. Er zijn 17 leden die zich hiervoor hebben opgegeven. Die hebben, dacht ik, 45 werken ingeleverd. En die hangen hier nu helemaal rond in de, in de bibliotheek. En het leuke is aan dat werk, als je daar langs loopt, en ik zou er iedereen voor willen uitnodigen, als je daar langs loopt, zie je allerlei vormen van abstract werk. Uh, vormen van uh, ja, bijna het figuratieve nog. Hè? En dan abstraherend naar wat helemaal echt abstract is. Wat bijvoorbeeld zo hier achter mij staat. Het werk van Koos van de Nieuwe Dijk. Um, ja, het mooie van abstract is dat uh, je kunt er eigenlijk alles voor jezelf in kunt leggen. Sommige mensen denken dat abstract werk. Dat, dat, ja, dat kan iedereen. Je gooit het er maar op en dan is het wel goed, dan is het wel abstract. Maar eigenlijk is het het meest moeilijke wat je hebt. Want je moet zelf fantaseren, je moet zelf kijken welke kleuren, zelf kijken welke vormen. Uh, en het moet ook nog een hele mooie compositie hebben. Dus er zit veel meer in dan alleen maar een beetje met verf klodderen. En eigenlijk moet je heel goed kunnen schilderen, heel goed kunnen tekenen, wil je dit ook tot een succes brengen. En dat zie je ook in deze expositie. De expositie van de Kunstkring is te zien tot 28 maart in de bibliotheek in Woerden.